snuffel dan even op wat rond op het jaar van. En zo vond ik dat de Verenigde Naties dit jaar als themajaar heeft The International Year of Dialogue as a Guarantee of Peace. En ik kom daar aan het einde van mijn verhaal graag even op terug. Wij ontvangen u hier vandaag in het huis van de gemeente Dronten. Eindelijk mag het weer, zoals Marleen ook al zei. Na een periode van geen fysiek contact zijn alle organisaties langzaamaan weer begonnen met het organiseren van bijeenkomsten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En we zien ook hier dat de behoefte groot is daarom. Gelukkig kan het weer en kunnen we weer elkaar ontmoeten, of het nu mantelzorgers zijn of vrijwilligers of betrokken inwoners, die zich opwerpen om mee te helpen bij maatschappelijke vraagstukken. Iedereen begint weer op stoom te komen en mensen komen weer in verbinding met elkaar. En we zijn zeer gelukkig dat u in dit verschrikkelijke mooie, mag ik zeggen, huis van de gemeente, dat we u hier mogen ontvangen. De reden 1, het adres, is een centrale plek in de gemeente, precies daar waar de Noord, de Zuid, de Oost en de West samenkomen. Het gemeentehuis is een visitekaartje geworden voor onze inwoners en andere bezoekers. En zeker in deze tijden van energiecrisis zijn we er gepast trots op dat we een energie-neutraal gemeentehuis hebben. Een ander huis in de gemeente wordt momenteel verwezenlijkt in Zwifterband. Met de bouw van het lang gekoesterde, en ik herhaal het nog maar een keer voor de Zwifterband, dus het lang gekoesterde, gewenst gekoesterde multifunctioneel centrum. En ik denk dat het gepast is dat ik hier ook mijn complimenten uitspreek voor onze partner Oost-Flevoland Woondiensten in hun volharding en commitment om dit centrum mede mogelijk te maken. Er is aardig wat water door de lage vaart en de hoge vaart gestroomd voordat het zover was, maar het giet Holland, zegt het al in Friesland. Ik begon met het jaar van en noemde het jaar van The International Year of Dialogue as a Guarantee of Peace. Dat brengt mij bij een hoopvol moment een paar weken geleden. Ik mocht het vredeslicht voor het gemeentehuis ontsteken. Die vredesvlam, of vredeslicht, is een wereldwijd initiatief waarbij de vlam door kinderen wordt opgehaald in de geboortegrot in Bethlehem. Vervolgens worden aan deze vlam vele vredeslichten aangestoken. De Europese vlam ging van Utrecht, van Bethlehem naar Wenen, en vanuit Wenen werd de Nederlandse vlam naar Utrecht gebracht, en vanuit Utrecht verspreidde de vlam zich over vele gemeenten in Nederland, om zo ook in Dronten aan te komen. En zo ontstaat er al meer dan 25 jaar, vlak voor kerstmis, vanuit dat ene kleine vlammetje in Bethlehem, een zee van licht, een baken dat ons in het donker de weg wijst naar vrede. En gezien de oorlog in de Oekraïne, voorafgaand aan het aansteken van de vlam voor het gemeentehuis, sprak Tijmen hoopgevende woorden. En ik heb hem gevraagd of hij die woorden nog eens wil uitspreken als onderdeel van mijn nieuwjaarstoespraak. Dames en heren, Tijmen. Vrede begint bij jezelf. Niet je vader, je moeder, je broer, je zus, niet je vriend, niet je vriendin. Zet voor jou de eerste stap. Jijzelf bent degene die de eerste stap kan zetten om de wereld elke dag een beetje beter achter te laten. Zet vandaag zelf een eerste stap op weg naar vrede. Laat het doorgeven van het vredeslicht symbool staan voor de stappen die wij samen zetten op weg naar vrede. Hand in hand, stap voor stap. Hij zei dat hij zenuwachtig was van tevoren, maar volgens mij was ik zenuwachtiger dan jij. Fantastisch gedaan. Dit is de toekomst, dames en heren, de toekomst van Dronten. De nieuwe burgemeester. En misschien wel de nieuwe burgemeester, wie weet. Stap voor stap, hè, anders. Hand in hand, stap voor stap, met deze mooie, hoopgevende woorden uitgesproken door Tijmen, een jonge inwoner uit onze gemeente, wil ik afronden. Lieve mensen, ik hoop dat u allemaal een drankje heeft gekregen. En dan breng ik graag een toast uit met u een toast uit op 2023. Namens het gemeentebestuur, de gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie wens ik dat 2023 u gezondheid en geluk mag brengen. En voor wie dat minder vanzelfsprekend is, dat wij en uw naasten er voor u mogen zijn. Een heel gelukkig en gezond 2023. Біжим тахом, руйнівна ворожа сила, розтягла зір
другим дахом, розправляя чорні крила. Ми один за одного без слів, на своїй ми стоїмо.